Willen wij een baasje bespringen? Kom op, baasje bespringen! Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ook direct gaan liggen. Goedemorgen, het is maandagochtend en wij zijn wakker, tenminste. Oh ja, Molly is nu ook wakker. Molly die lag daar nog lekker te slapen in het zonnetje. En jij gaat weer klussen, denk ik, hè? Ja. Ik heb zo'n gesprek met de stagebegeleidster van Rianne. Of nou, niet de stagebegeleidster, want dat ben ik. Maar de docent van Rianne. En we gaan kijken hoe de stage gaat. Het gaat goed, denk ik, hoor. Ja, het gaat heel goed. We hebben echt geen ruzie. Beste stagiaire tot nu toe. Ja, het is heel lekker rustig. Nee, we hebben wel contact tussendoor. Maar ik dacht van, hoe grappig is het dat ik met mijn knotje in en mijn Alice in Wonderland broek een stagegesprek ga houden met een docent. Ja, hè? Ja, maar goed, dat weet zij niet. Dus ik doe net alsof ik in mijn mantelpakje zit. Hey, monkey. Ja. Lunch gemaakt. Op deze zit hummus en sla en ei. En deze pindakaas en cacao nips. En gek genoeg ga ik de laatste tijd elke keer voor boterhammen. Terwijl ik ook gewoon wat anders zou kunnen maken. Maar ik heb hier gewoon zin in. Het is inmiddels 3:15. En ik heb me nog steeds niet omgekleed. Ik ben nog steeds in mijn Alice in Wonderland broek. En ik heb met mezelf afgesproken. Ik ga een soort van... hoe noem je dat? Een testperiode doen om te gaan stoppen met werken om 3:00. Het is nu 3:15. Ik ga nu stoppen met werken. Ik ga nog wel even lezen in dit boek. Daar ben ik bijna klaar mee. Daar ben ik gisteren begonnen en nu heb ik het al bijna uit. Maar dat vind ik niet echt werken. Dat vind ik ook gewoon ontspannen. Maar ik hoop daarmee een soort van werk te combineren met ook ontspanning nemen. Want ik weet dat na deze periode zal het sowieso wel weer heel erg druk worden. En dan wil ik natuurlijk ook nog alle energie hebben. En ik merk dat ik nu alleen maar kansen zie. Alleen maar dingen zie die ik wil doen. En alleen maar keihard wil werken. Maar ik denk dat ontspannen ook belangrijk is. Dus ik ga nu eens proberen om gewoon om 3:00 te stoppen. Kijken hoe dat me bevalt. Wij hebben hard gelopen. Dit was mijn outfit, all black. En jij bent nu ook all black. Ja, ja. Ik was helemaal groen. Ja. En ik ga nu boodschappen doen. En Sven gaat hier een beetje opruimen. We hebben besloten oh. dat... Huh? Oh. Je bent toch heel goed aan het doen? Oh. Ik geef je een complimentje. Oh. That's a new thing. Nee. Ja, ik dacht meer gewoon, ik ga dit weggooien en dan ga ik op de bank liggen. Oh, oké. Okay. Ik heb een hartstikke drukke dag, hè? Ja, hele drukke dag heb jij. Ja. Ik ga alleen de week boodschappen doen. Want we hebben bedacht dat wij dat... Zo, Maui is me toch hard aan het rennen? We hebben bedacht dat we dat beter vinden. Dat er maar gewoon zo min mogelijk mensen in de supermarkt zijn. Al heb ik een heel klein beetje het idee dat Sven het ook dat bedacht heeft uit eigen belang. Nee, oprecht niet. Want ik had echt wel zin om mee te gaan. Oké. Okay. Nee, ja, ik weet niet. Ik voel me gewoon goed. Ik voel me elke keer heel awkward in de supermarkt. Ja, dat is wel waar. Dus ik dacht, ah ja, als we dan met z'n tweeën zijn, dan voel ik me extra awkward. What's going on in this head? Ja, je bent wel een denker, jij. Ja, tuurlijk, ja, maar dat weten de kijkers gelukkig niet, dus laat het maar zo houden. Oké. Ik ga boodschappen doen. Ja, maar ik denk wel dat meer mensen denken daar over na. Ja, dat denk ik wel. Hoop ik wel dat we daarover nadenken met z'n allen. Ja. Malky is in heaven, want er is allemaal eten. Ik heb ook wat voor jou meegenomen, Malky. We hebben kattenmelk, heb ik voor je meegenomen. Volgens mij... Ja, maar één van de twee vond het niet zo lekker. Dit zijn de boodschappen die ik heb gehaald. Het lijkt zo echt heel veel. Maar ik vind het eigenlijk wel meevallen. Onze ranja was op. Ze hadden trouwens geen gele ranja meer. Oh my god! Oh my god! Dus ik heb rode aardbeien en frambozen. Melk, optimaal yoghurt, avocado, rode biet, kaas, kwark...
Tomaatjes, nog een keer melk, gehakt, spinazie, brood, bananen, sla, zalm, eieren. Er staat ergens nog een ei. Oh, hier is nog een ei. Prei, banaan, oh die had ik al gezegd, komkommer, feta, groenten. We hadden op de een of andere manier nog veel diepvriesgroenten. Die hadden we vorige week heel veel gehaald. Champignons, deze kaas had ik spontaan zin in. Het was echt een impuls aankomen, maar ik had zin om dit op een cracker te doen. Cottage cheese, crème fraîche, koriander, kipfilet voor op brood, roerbak, groenten, geraspte kaas, sinaasappels, pinda's, peren, kidneybonen, kattenmelk dus voor Molly en Maukie, kruisli, die vindt Sven heel erg lekker, aardappelkroketjes en dat was het. Ben je tevreden? Ja. Jawel hè? Zeker. Mooi. Buiten rijden kan ik niet tussen houten aan. Nou, ik heb gezegd bestuurlijke en strafrechtelijke. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdagochtend en ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb een beetje een rare combinatie aan, want mijn bovenkant is normaal en de onderkant een sportbroek. Ik ga namelijk fotoshooten met Rianne. Ik wilde wat nieuwe soort van persfoto's hebben of mooie foto's die ik naar bedrijven kan sturen als dat nodig is. En zij gaat me daarbij helpen. Dat kunnen we mooi doen met voldoende afstand. Dus ik dacht, waarom gaan we dat niet gewoon door laten gaan? We gaan ook naar een terrein wat gewoon helemaal afgelegen is. Dus dat is geen probleem. Ik ga eerst even langs de sportschool. Want ik ga daar even deze lampen heen brengen. Want ze zijn live lessen aan het geven op de sportschool. En dan kunnen ze het mooier verlichten. Verder ga ik ook even wat dumbbells ophalen die ik dan kan gebruiken tijdens de shoot. En superleuk, ik ga vanavond een live les geven. Een dansles. Heel veel mensen vragen altijd van, wil je eens een keer een dansles opnemen? Dat kan niet op mijn eigen kanaal, omdat ik geld verdien met de video's. Maar het kanaal van Sporttrade, de sportschool waar ik werk, verdient geen geld. En dan mag je dus wel meer muziek gebruiken. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En we gaan lekker dansen. Mocht je het gemist hebben, die les die staat nog steeds online als je dit kijkt, als het goed is. Dus die link ik dan eventjes hieronder, zodat je ook met mij kunt dansen een uur als je dat wilt. Nou, we zijn er. Dit is het terrein. Het is dus helemaal leeg. Al zijn er wel meer mensen aan het foto's nemen, zie ik. En Rianne is er ook. Hallo. We blijven braaf op afstand. En we gaan lekker foto's nemen. Dus bij deze, ik zie jullie me straks weer. Volgens mij heeft Rianne echt super toffe foto's gemaakt. Dus ik kan echt niet wachten op het eindresultaat. Ik ben ondertussen aan het appen. Ik heb een lekkere lunch gemaakt. Eén broodje met feta. Die heb ik een beetje warm gemaakt. En rode biet en wat nootjes en sla. En eentje met smeerkaas en komkommer. Zo, ik kwam niet op mijn woorden. Ik heb nog flink wat kunnen doen vandaag. De mister is nu thuis. Die heeft weer lekker geklust. Heerlijk. De poezen hebben heel veel honger. Maar het is nog geen etenstijd. En ik ga ook koken. Want ik moet straks al weg. Want dan ga ik Latin dance geven. Ik laat je helemaal alleen. Sorry. Ik vind het best wel een beetje spannend hoor. Zo'n live les. Stom hè. Als er mensen in mijn les staan, dan vind ik dat helemaal niet spannend. En dan moet je het live op internet doen en dan is het in één keer spannend. Ja, maar jij bent wel gewoon iemand die helemaal niet dingen overdenkt of zo. Nee, helemaal niet. Nooit. Ik ben ook geen control freak. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nee, dus dat komt goed uit. Ja. Hoe was jouw dag? Goed. Heb je het druk gehad? Ja, heb je het druk gehad? En jij, Molly? Heb jij je druk gehad? Heb jij je druk gehad? Eten is klaar. Ik heb hier volkorenmie met groenten. Champignons zitten erdoor. Gerookte zalm zit erdoor. En verder een klein beetje crème fraîche en een klein beetje sweet chili saus. En wat kruiden. Maukie heeft ergens een broodje gestolen. Dus alle buren die aan het barbecue zijn, je bent gewaarschuwd. Of alle eendjes die in de vijver zwemmen. Maukie steelt je brood. Hoe bizar is dit, jongens? Een sportschool die helemaal dicht is. En helemaal stil is. En daar brandt het licht. En daar ga ik mijn les opnemen.
Ik ben best wel zenuwachtig nog steeds. Harjan is al aan het klaarzetten. There we go. Oh jongens, ik heb net een les gegeven en ik kan nu de reacties lezen die jullie allemaal hebben gestuurd. Echt zo leuk. Iemand van, ik doe de volgende keer wel de gordijnen dicht. Gelukkig kon je ons niet zien. Dat maakt me helemaal niks uit. Dankjewel Marloes. Oh, het is zo leuk. Super goed gedaan. Precies dit liedje en dit dansje heb ik nu ook bij Zumba. Wel leuk, want ik kopieer ze af en toe van YouTube, hè. Doe ook maar zo'n les op je site. Ja, bij mij kan het dus eigenlijk niet omdat ik met copyright zit. Maar omdat Sportreed hier niks aan verdient. Even ook applausje voor Sportreed, want ze verdienen hier niks aan. En daardoor kunnen we wel gewoon deze muziek draaien. Omdat we er geen inkomsten mee willen verdienen. Maar oh, wat leuk om dit allemaal te lezen. Ik ga nog eventjes... Oh, zou Sven ook aan het meedoen zijn? Nou, dat denk ik niet, jongens. De hele kleine kans. Misschien dat hij nu heel stiekem in de kamer staat te dansen. Maar ik denk het niet. Mijn dochters zijn lekker aan het dansen. Oh, wat leuk. Jongens, dankjewel voor al jullie reacties. Haha, ik wil gaan filmen voor mijn winactie. Maar de poezen vinden het heel interessant. Hebben jullie ook 100k? Hebben jullie ook 100k? Oh, ik heb net dus de winactie opgenomen. En die komt morgen online. Ik ben zo benieuwd hoe jullie gaan reageren. Ik heb al zo lang allemaal contacten met allemaal bedrijven. En ik kan echt niet wachten om dit online te zetten. Inmiddels is het 12 uur geweest. Dus ik ga lekker wat eten. Nog steeds aan het intermittent fasten. En het bevalt me echt heel goed. Net kwam Maukie trouwens weer binnen. En haar pootjes waren weer helemaal nat. Dus ze is denk ik weer in de sloot gestapt. Hier achter ons huis hebben we een slootje. Maar in de winter is die best wel, of in de zomer is die, nou ja, als we veel geregend hebben, dan staat er heel veel water in en nu totaal niet. Dus nu was Maukie een beetje nat, maar gelukkig alleen de pootjes en de onderkant van de buik. En gelukkig heeft ze zichzelf dan alweer helemaal schoongemaakt. Dat is wel ideaal aan katten hoor. Ik heb wel eventjes met een handdoek het ergste eraf gehaald, maar voor de rest doen ze het gewoon zelf. Dus dat is helemaal goed. Ik heb trouwens het boek wat ik aan het lezen was, die van Kelly Wakers, Happy Life 365 heb ik uit. Ik vond het een leuk boek, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat heel veel dingen die erin staan, dat ik die al wel wist, omdat ik heel vaak van zulke boeken lees en omdat ik natuurlijk, ja, ik ben daar gewoon heel erg mee bezig met zeg maar positief denken en goed in het leven staan. Dus het was voor mij niet heel nieuw, maar alsnog wel heel leuk om allemaal te lezen. En als het voor jou wel nieuw is, die hele ja, positiviteit en hoe zorg je dat het zeg maar het leven leuker wordt, dan is het wel echt een leuk boek, denk ik. Oké, ik ga nu eten maken, want ik heb echt best wel trek. Oh, wat ik ook nog eventjes wilde zeggen was dat de workout, de Latin Dance workout die ik gisteren heb opgenomen, daar is toch een auteursclaim opgekomen en waarschijnlijk moeten we er één nummer uithalen en kunnen we hem dan op uploaden. Ik hoop dat het is gelukt. Als het zo is, dan kun je hem dus vinden op de Sportreed YouTube kanaal. Als dat niet is gelukt, ja, dan zie je hem helaas niet en dan kan het dus ook niet, omdat er een auteursclaim op zit, wegens copyright van de muziek. Tada! Weer boterhammen, jongens. Eentje met feta en rode biet, een paar nootjes en sla. En eentje met hummus, sla en een gekookt eitje. Oi, oi, oi. Veel gewerkt. En ik ben bezig met het ontwikkelen van iets. Dat duurt nog heel lang voordat het er komt. Maar dat heeft me een beetje opgeslokt en ik heb geen idee meer. Ik ben er nu heel veel tijd mee bezig geweest. Ik heb een online training gevolgd. Maar ik weet het allemaal niet meer. En nu gaat deze mister zijn hardlooptraining doen. En ik ga met hem mee. Heftig, hè? Ja, heel heftig. Wat gaan we doen? We gaan 2 minuten hardlopen en 1 minuut wandelen. Oké. En hoe vaak gaan we dat doen? 8 keer. 8 keer. Dat is veel, hoor. Dat is echt veel. Nee, dat valt best wel mee. We can do this. 25 minuten, hè? Ja, in totaal. Hij heeft geen zin. Nee. Ik heb pas de kaart gewerkt. Ik zet jullie vlogdeeltje wel eventjes in deze video. Ja. Komt ie. Goedemorgen allemaal. Welkom dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Martin en Sven zijn Greenkeeper. Vandaag gaan we het hebben over propjes scheppen. Dat is Sven nu aan het doen. Speciaal voor Marloes leggen we dit even uit. Vinden we heel leuk werk. Dat je de arm af is. Nu linksonder, nu rechtsonder. Goeie tip. Hoppatee. Kijk. Ja, ja, ja. Nou, dit doet Sven dus de hele dag Marloes. En die andere houding, doe die eens. Deze? Nee, die, waar je gewoon leunt erop. Zo ja, die doen we ook de hele dag. Die doen we het liefst.
Met z'n drieën aan het sporten. Sporten. En het is tijd om te eten. Ik heb lasagne gemaakt. En Sven heeft echt een mega bord voor zichzelf opgeschept. Met je honger. Ja. Het is niet zo gek als je de hele dag van die bolletjes hebt geschept. En daar nog ging hardlopen. En daarna nog fitnessoefeningen ging doen. Maar ik had wel twee broodjes mee. Had je wel twee broodjes mee? Zo. Vier broodjes. Vier broodjes. Met, zo. Met vijf plakken kipfilet. Zo. Nou, dat was zeker wel genoeg. Maar blijkbaar niet. Nee, goh. Goedemorgen, het is donderdag, weer een nieuwe dag. Ik heb er weer zin in, al moet ik wel heel eerlijk toegeven dat het echt met ups en downs gaat. En ik merk gewoon aan mezelf, ik ben iemand die dan, als er zoiets zich voordoet, niet dat dit vaker gebeurt. Maar goed, ik merk nu dat ik echt er alles aan probeer te doen. Om gewoon lekker aan het werk te blijven, om nieuwe ideeën te bedenken, om veel te uploaden. Om gewoon natuurlijk ook mijn inkomsten te blijven houden. Maar ik merk ook dat dat best wel mentaal veel van mij vergt. En dat ik zei aan het begin van de week dat ik om 3 uur wilde stoppen met werken. Ja, het lukt me gewoon niet. Want ik ben alleen maar aan het doorgaan. Er zit zoveel in mijn hoofd wat ik wil doen. Waar ik nu kansen voor zie. Dat ik besef dat ik mezelf ook een beetje moet gaan beschermen. Maar het lukt dus niet door niet te werken. Want dat voelt niet goed of zo. Dus ik denk dat ik moet proberen om toch ietsje minder vaak te gaan uploaden dan dat ik nu doe. De laatste 2 weken heb ik echt 5 video's per week geplaatst. Daarnaast gewoon de artikelen. En daarnaast probeer ik dus nog extra dingen te doen. En zie ik nog of spreek ik nog telefonisch met cliënten. En dat is gewoon een beetje te veel, denk ik. Dus ik denk dat jullie de komende tijd, in ieder geval mijn normale 3 video's, die komen nog steeds, sowieso. Misschien 1 extra video. Ja, misschien een keertje 2. Maar ik denk gewoon dat ik het moet houden bij hooguit 1 extra video. Om mezelf echt de tijd te geven om ook andere dingen te doen die nog in mijn hoofd zitten. Misschien verandert dit nog, maar ik merk, ja, dat ik het toch best wel druk heb. En dat dat mentaal ook wel veel met me doet. En ik moet gewoon, ja, ook om mijn eigen rust denken. Dus ja, dan geef ik je een beetje een eerlijk beeld van wat er in mijn hoofd omgaat. En dat het echt niet alleen maar altijd de vrolijke Marloes is die jullie vaak op beeld zien. Ik ga deze vlog afsluiten, dan kan ik hem editen en dan kunnen jullie hem morgen kijken. Oh, wat geniet ik trouwens zo van jullie reacties. En daarom is het ook zo verleidelijk om lekker veel te uploaden. Want jullie zijn zo enthousiast en ja, dat doet me gewoon heel veel. Dus dankjewel voor al jullie toffe berichtjes. Ik heb vanochtend de winactievideo geüpload. En er zijn zoveel reacties. Echt jongens, dit ga ik never nooit kunnen bijhouden. Maar ik ga natuurlijk wel heel erg mijn best doen. Al bijna 900 reacties heb ik alleen al op Instagram. En hij staat nu echt 2,5 uur online of zo. Dat is echt bizar. Dank jullie wel voor al jullie steun. Ik heb natuurlijk ook even op Instagram gedeeld, of gekeken wat jullie gedeeld hebben met hashtag Optima Vita. Of waarin jullie me getagd hebben. @OptimaVita. En ik heb er weer 2 uitgekozen zoals altijd. Dank je wel voor al jullie support. Blijf me echt lekker taggen. En ik vind het ook super tof als jullie me delen in jullie eigen stories. En dat helpt me ook ontzettend. Want dan weten misschien meer mensen van mijn workouts. Misschien meer mensen van mijn kanaal. En ja, ook daarmee kan ik gewoon een beetje mijn inkomsten blijven behouden. Voor zover dat mogelijk is op dit moment. Want er zijn gewoon minder adverteerders. Er zijn gewoon minder opdrachten. Dus ja, het is moeilijk. Maar we komen er wel. De eerste foto is van Mariska Was met dubbel S. En zij heeft echt een heerlijke lunch. Ik krijg nu echt spontaan zin in zoiets te maken. Dus misschien ga ik dat straks ook wel doen. Dankjewel Mariska voor het delen. En een super mooie foto van Lidie, _Joli. Zij is gemaakt op Aruba. En zij heeft een yoga workout gelinkt in haar bio. Ik weet niet of je, als je dit kijkt, of je er nog steeds in staat. Maar misschien een leuke tip. Ik vond het in ieder geval super
superleuke foto. En ik vind het natuurlijk ook leuk om jullie verhalen een beetje te delen. Ik probeer ook af en toe jullie stories weer door te plaatsen op mijn eigen stories. Zodat we elkaar een beetje helpen. Dus dankjewel voor alles, jongens. Ik wens je weer heel veel gezondheid, heel veel geluk. En ja, stay tuned voor een nieuwe video. Waarschijnlijk is dat of morgen of zondag. En dan wil ik, ik ga straks een buik- en onderrug workout opnemen. Dus dat kun je binnenkort verwachten. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot in de volgende video. Doei doei!